Zo ziet het er op het potje uit. En Roel die checkt nog even de olie. Ben je helemaal een verrekking gevaccineerd? Goedemorgen, we zijn weer onderweg. We hebben overnacht in Maulbron. En dat is een plaatsje, eigenlijk een beetje aan de bovenkant van het Zwarte Woud. En het was bij een klooster. Dus ik dacht dat het net zo'n succes zou zijn als de abdij van gisteren. Maar het was een beetje een drukke plek. En we hebben er verder ook niet gevlogd. Omdat het gewoon zo, was niet zo heel aantrekkelijk voor ons, hè? Nee. Dus, maar we hebben er vanmorgen prima ontzorgd, water ingenomen, de wc geleegd en de vuilwatertank geleegd. Dat is allemaal prima te doen daar hoor. Dus nu weer op naar Denemarken. Dat gaan we niet redden vandaag denk ik hoor, maar in ieder geval weer kilometers maken. Inmiddels de baan wordt keurig vrijgehouden voor de hulpdiensten. Ik film even niet als de politieagent kijken hoor. Jemig. Ja, het is dus en een bouwstelle en er is inderdaad iets opgevallen. Godzame. We hebben het plekje gevonden hoor. Je moet dat parkeerplaatsje oprijden. En dan is hier een heel groot grind. Ja, eigenlijk gewoon een grindbak. Maar er is wel gras omheen. Het is een rustig plekje, dus nou prima voor een nacht. De mensen zullen me wel niet kunnen verstaan. Maar ik ga toch even vertellen wat we eten. Ik heb een lekkere salade gemaakt. En dan hebben we onze favoriete shawarma met paprika, champignonnetjes en courgette. En een beetje rijst. Ja, een ontzettende trek. Zo ziet het er op het bordje uit. En de shawarma is natuurlijk vegetarische shawarma. Deze keer van Vivera en die is heerlijk. Man, moet ik al rijden? Nee toch? We staan weer in de file. Goedemorgen. We zijn weer vertrokken vanuit Kuttingen. En we hopen vandaag bij Veemarn aan te komen. Dat is het eilandje waar Puttgarden ook op ligt. Waar de boot gaat naar Denemarken. En meestal overnachten we daar bij een museum. De parkeerplaats is een heerlijk rustig plekje, dus we gaan kijken of we dat vandaag kunnen redden. Verder is het fantastisch weer. Ja, we hebben een complete openbare douche. Hebben we. Ja. Het was gisteren al een gigantische regen en vannacht was het droog. En vanmorgen werden we wakker en toen begon het weer te regenen. En nu staan we in de file in de regen. Ja, de andere kant rijdt wel lekker door. Maar wij staan stil. Nou, we hebben een lange dag rijden achter de rug. Naar de 200 veel regen. Meter rechts opstaan, daarna bestemming bereikt. We zijn hier vlakbij het museum waar wij graag overnachten als we met de boot. Rechts opstaan, daarna bestemming bereikt. Als we met de boot naar Denemarken gaan. Ja. Dan zijn we een stuk afgezet. En daar achteraan is de parkeerplaats voor campers, zie je? Ja. Dus
wc. Oh, wat netjes. Ze hebben ontzorging ook. Ja. Nou, dat is fijn. Oh, misschien moet je nu betalen dan. Ik denk dat je nou moet betalen. Is niet meer gratis? Dit is ineens een betaalde plek geworden. Het ziet er wel heel erg netjes uit. Je kunt hier water tappen en dat is tenminste een flink eind van waar je je toilet kan legen. Dat is daar. Aan de overkant staan twee campertjes die vermoedelijk niet betaald hebben. Blijkbaar kan dat ook. Wij zijn hier op plekje 2 gaan staan en we zijn de enige. 14 euro. Ik vind het best duur, maar goed. Waar ik sta, eerlijk gezegd. Hè? Inderdaad. Goedemorgen. We hebben hier prima geslapen. We waren de enige. We zijn ook de enige gebleven. En we gaan zo naar de richting de boot in Puttgarden. Roel die checkt nog even de olie, want die zag gisteren een paar keer het lampje branden. Dus we hebben even olie gehaald. En dan gaan we eventjes water pakken daar. En ontzorgen. En dan gaan we weer rijden. Dit is de brug naar Veemar. Waar Puttgarden ligt, waar we de boot gaan pakken. We zullen vandaag wel een hoop bruggen filmen. We vragen ons af in welke baan we moeten. Officieel zijn we natuurlijk gewoon personenauto. Dus we gaan maar in de baan met de caravans. Ja, ze wijzen het anders ook wel. Maar goed, we zijn dus aangekomen bij de haven van Puttgarden. Zagen we vrijwel geen Nederlanders en nu staan we in een heel rijtje met Nederlanders. Dus ze zijn er toch wel. Rijden we Denemarken in. Zo, heb je een goede overtocht gehad, schat? Ja, prima. Ja. Lekkere koffie gedronken. Een beetje uitgewaaid. Ja, de file staat inderdaad voor de douane. Gevaccineerd en dan word je niet eens gecontroleerd. Was het de douane? Alles klaar, geen boekjes ja. Klaar, niks doorrijden maar. We mochten doorrijden, gelukkig. Daar is de bridge. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.